Hij gaat vast. Eerst weten die doe. Dat is 1. Hand eroverheen. En een klein beetje achter. Dat is 1. 2. Duw je naar buiten toe. 3. Is instappen vastpakken. Je hand probeert er omheen te draaien. 4. Met je heup draaien zodat hij naar voren komt. Voel je dat hij naar voren komt. Zit ik nu bij 5. Ben je achter en neer mee. 6. Klem aanzetten. 7. Achterom stappen. Gooien. En 8. Zet ik hem op zijn buik. En dan heb ik hem onder de bank. Ja? Dus probeer even echt die 8 tellen. Heel duidelijk te maken. Dus nu niet te vloeien of zo. Gewoon heel rustig. Hij gaat vast. We doen hem in stukjes. 1. Eroverheen naar achteren brengen. 2. Opzij doen. 3. Instappen. Vastpakken. 4. Wordt vaak overgeslagen. Heup draaien. 5. Naar achteren voor jou. 6. Klem aanzetten. 7. Ronddraaien. Hij kan het gewoon op zijn rug draaien. Of niet per se overheen klikken. En 8. Voorlangs. Op de grond zetten. Probeer ook voor jezelf te benoemen. Dus ga niet, wat ik nu aan mezelf ga trainen, ga ik niet en van dit doen. Nee, om maar al die aandachtspunten te bepalen, kun je jezelf best zeggen: oké, naar achteren, opzij, instappen, heup draaien, achteren stappen, klem aanzetten, gooien en onderkomen.